en de politieke partijen A20, Amazonepartij, Doe en Palu hebben vanmorgen een protestmanifest overhandigd aan assembleevoorzitter Marinus B. De politieke partijen uiten op deze manier hun bezorgdheid over de wijze waarop de regering en de Nationale Assemblee tot grondconversie willen overgaan. In het manifest worden principiële bezwaren geuit tegen de voorgenomen grondconversie tot eigendom. Volgens Steven Alfaisi, voorzitter van Doe, moet dit wetsproduct worden aangehouden. Niet eens aanhouden, intrekken en kijken hoe we op een juiste wijze de argumenten vanuit de samenleving, maar ook de belangen vanuit de samenleving. En de belangen, wanneer we praten over belangen, praten over het volksbelang. Ja? Dus niet vanuit een enge groepsbelang, partijbelang, maar breder bekijken en dat is waarvoor we gaan. We hebben nog niet eens nagedacht wat de consequenties kunnen zijn voor de totale samenleving als we dit doen. Is het gecalculeerd? Waar kunnen we dat vinden? Dat stukje transparantie is niet aanwezig. Dus nogmaals, de heer Ramdan Alal is heel helder en duidelijk geweest. En wij als andere politici staan er keihard daarachter. En natuurlijk wil ik nogmaals benadrukken, als u gaat voor het volksbelang, denk ik dat u uzelf inzetten om dit wetsvoorstel in feite dus niet door te laten gaan, maar serieus te kijken dus naar andere mogelijkheden om de ontwikkeling van dit land te kunnen garanderen. Grondconversie heeft niets te maken met het belang van het volk, maar met het bevoordelen van vrienden, familie of partijgenoten om zich te verrijken, meent Alfaisi. Volgens DNA-voorzitter B gaat het parlement altijd voor volksbelang. We gaan altijd voor volksbelang. Ja? En daarom zal niet één persoon het volk vertegenwoordigen, maar 51. Ja? En alles wat u hier hebt opgezond, dat is ook die discussie geweest. En intrekken, aanhouden, je kan het politiek bijna op hetzelfde manier. Vertaald. Ja? Die wet is terug naar die operatietafel. En u weet wat kan gebeuren wanneer iets op de operatietafel belandt. Ja? Je kan het overleven, maar soms ook niet. Maar de argumentaties tijdens de behandeling geven aan dat ledenfractie serieus hebben geluisterd, behalve dat ze ook hun eigen benadering, hun eigen onderzoek hebben gepleegd, maar ook geluisterd naar die samenleving. Ja, ook wij als leden. De vier politieke partijen roepen het parlement op om de wetswijziging af te wijzen. Ook wordt de president verzocht het staatsbesluit dat onder de vorige regering grondconversie mogelijk maakte, in te trekken.